De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, organiseert samen met andere belanghebbenden binnen deze sector een tweedaagse Maritieme Opendag. Deze activiteit wordt gehouden in het kader van enkele hoogtijdagen binnen de maritieme sector. Het is de bedoeling dat op deze opendagen niet alleen leerlingen, maar de totale gemeenschap breedvoerig geïnformeerd wordt over de maritieme sector. Daphne Le Couvreur Belfort, hoofd marketing en communicatie bij de MAS, zegt dat er gekozen is voor een tweedaagse opendag, omdat er steeds meer interesse blijkt te zijn voor het maritieme gebeuren. We houden onze maritieme opendagen omdat we lid zijn. Dus Suriname is lid van internationale organisaties. En zij hebben gedenkdagen. Maar er zijn dus de MAS doet mee aan 4 gedenkdagen. Dan heb je 21 juni Wereldhydrografiedag. 25 juni heb je Dag van de Zeevarenden. 1 juli, dat is van het jaar erbij gekomen, dat ze dan ook de AIDS to Navigation, dat zijn de vaarwegmarkeringen, dat ze ook een dag hier aan wijden. En 25 september heb je dan Wereld Maritieme Dag. Omdat we alle 4 dan willen meenemen bij die open dag, kiezen we dan ervoor om het in oktober en november te doen. En dan is de school ook al begonnen, weet je, dat je de school dan kan informeren. Maar dit is aan de hand van wat de internationale organisaties doen. Zij hebben bijvoorbeeld Singapore, die heeft de Maritieme Week. Dus wij zijn begonnen met 2, misschien volgend jaar gaan we naar 3. Tot we kijken van oké, niet 5 dagen, dan zijn ze echt geïnformeerd. Want we zijn toch van mening dat de gemeenschap niet zo goed van bewust is welke bijdrage die maritieme sector levert aan de economie van een land. De couvreur Belfort zegt verder dat de bewustwording over de maritieme sector wel de goede kant op gaat. Echter is er nog wat werk aan de winkel. Zoveel mensen weten niet van als die sector er niet is, als die rederijen er niet, die scheepsagenten zijn er niet, de MAS is er niet, komt niets naar binnen. Want alles van ons, onze goederentransport, 90% daarvan, gaat over het water. Dus die sector is van belang. Daphne Le Couvreur Belfort, hoofd marketing en communicatie bij de MAS. Ze sprak vandaag bij de opening van de tweedaagse Maritieme Opendag die bij de MAS zelf wordt gehouden. De tweedaagse opendag wordt morgen afgesloten.